Zoals beloofd zijn we weer terug met een video waarin ik laat zien wat we door het jaar heen hebben gehaald. Hier staat niet alles, want we hebben ook nog natuurlijk bij Alpeco wat gehaald en bij de Pyro Shop. En dat laat ik hier niet zien, omdat dat is te veel kilo in één keer. Dus ik dacht bij mezelf van weet je, ik laat gewoon even een deel zien wat we hebben gehaald. En volgende week, exact over een week jongens, zien jullie alles. Namelijk de 30ste van december beloof ik jullie dat de totale collectie hier online staat. En dan hebben we wel alles op één berg. En dan laat ik jullie precies zien wat we hebben. Nu laat ik jullie zien wat we voor nu hebben. Een aantal dingen van Zena. Ik denk dat dit een eurotje of 1000 al is. En daar komt natuurlijk nog superveel bij. Want jullie hebben allemaal de bestelvideo kunnen zien bij Vuurwerk Duitsland. En we hebben ook een aantal losse bestellingen in Nederland. Maar dat zien jullie allemaal binnenkort. Hierna gaan we ook even afsteken. We hebben hier bijvoorbeeld hele oude rotjes. Die gaan we afsteken, wat Thunderkings. En dat moet gewoon vet worden. Morgen is de eerste kerstdag. En morgen komt er een shopvideo en een afsteekvideo online. Tweede kerstdag ook een afsteekvideo. En de 27ste, oftewel een dag voor de verkoop, een polencompilatie. Dus vanaf nu jongens, alleen maar zieke uploads. Ik ga jullie meenemen naar wat we hebben staan. Let's go. Dit is het overgebleven gedeelte van vorig jaar. Er zitten nog wel een paar mooie dingen bij hoor. Volgens mij die karton van de Turbo, die hadden we al eerder in het jaar. Dus die was niet echt van oud en nieuw vorig jaar, maar die hadden we wel nog. De Artis hebben we natuurlijk wel van vorig jaar, van de Aldi. Hier zat een heel karton, alleen hebben we er eentje door het jaar heen gestookt. Wel meer hoor, maar uit dat karton eentje. Dus dit zijn er, even kijken, 9. Ja, het zijn er 9. Hier zien we iets van Pyro Max. Nou, die heb ik ook al laten zien in de overgebleven video. Een Scorpion, de Styx, Big Bang met een kapot voetje. Ik weet niet meer hoe ik daar allemaal aan gekomen ben, maar ik had het nog wel. Deze, die hebben we wel dit jaar gehaald. Het hele pakket van Luipaars. De Jackal Buzzard, 7 pijlen. Hier zie je wat kleinere pijlen en dat gaat dan omhoog naar wat meer. Ik vind het jammer dat ze de HBF niet meer hebben, maar gelukkig hebben wij ze nog voor in de compilatie. Maar deze ben ik ook benieuwd naar. Ik heb ze nog nooit gehad van Luipaars. Dus ja, deze was een aanrader voor ons Zena. Dus die had ik er toen bijgenomen. Nou, hier hebben we die oude vertrouwde roortjes weer. Zoals ik net al zei, daar gaan we zo meteen even mee afsteken. En wat andere dingetjes misschien, maar dat terzijde. Deze is voor overdag. De compilatie. Scream Rockets. Volgens mij van de Dum Bum lijn van Klasek. We zitten er even kijken hoeveel zitten erin, joh. Nou, het is in ieder geval een Whistling Tail to Titanium Salut. En ik hou daar wel altijd van die kleine geel pijltjes, weet je, met een knal. Zelfs als de HBF, maar goed, die verkopen ze dus niet meer. Maar ja, dit is wel echt nice, man. Deze gaat overdag afgestoken worden. Dan hebben we hier een karton van de Hydra. Ja, het zijn echt mooie blokjes, zoals je kan zien. Zitten er, even kijken, 6 van in een karton. En wij dachten van, weet je wat, dit is zo'n mooie cake. Daar halen we gewoon een heel karton van. Voor in een project of, ja, ik weet niet, gewoon los te stoken. Moeten we even zien. Hier, de Luipaars. En hoe heet deze? De Red Glittering Tail to Red Strobe Peony with Blue. Deze hebben we dus ook. Ik vind het een hele mooie afwerking. Ik zat te twijfelen tussen de rode om een heel karton te doen. Of een groene, toen de tijd. Maar ik koos toch voor de rode en ik haalde 1 groene op. Dus ja, ik ben benieuwd met oud en nieuw. Ik heb ze nog nooit gehad, maar het is echt een mooi ding. Heb ik me laten vertellen. Daaronder Dum Bum. Nitraatcake, 64 shots. Ik ga je heel eerlijk verklappen, ik denk dat deze overdag gaat, man. Gewoon een beetje om 10 uur 's ochtends of zo. Dat zijn mooie knallen. Dus ja, daar heb ik wel zin in. Dan komen we bij deze. Volgens mij zijn dit een mods. In ieder geval een soort mods. Kijk, en dan heb je allemaal systemen. Dit is er eentje van. Check. Er zitten er dan een aantal van. Die moeten we nog verbinden. Veilig. Maar ja. Ik ben benieuwd. Deze was op aanraden van Jordi. Dus als die niet mooi is, dan geven we gewoon Jordi de schuld.
Hier de Zena Brocade Mix Box. Dat is een hele grote, die staat een beetje onder verscholen. Maar ja, die is echt wel ziek, dus die, ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En dan komen we alweer bij de luipaars. Bali Tiger. De Bali Tiger 1 tot en met 6 zo te zien, daar hebben we dus een heel karton van. Omdat ik deze echt ziek vond. Kijk hoe mooie afwerking, man. Het is mat. En daar hou ik sowieso wel van. Kijk, en al met al hebben we dan best wel wat leuke dingen staan. We hebben ook nog van Alpeco natuurlijk. Jullie hebben die shopvideo kunnen zien. Als het goed is ook een foto op Instagram. Alleen dit staat er niet bij. Omdat ik ja, heel graag niet heel veel kilo's op één locatie hou. Dus die heb ik niet hier zo staan boven. Maar ja, de collectie van Alpeco die komt er ook nog bij. Dat gaan jullie straks allemaal zien. In de collectievideo natuurlijk. Want precies over een week, echt precies over een week, beloof ik jullie dat de collectievideo online staat. Dus de totale. We hebben dit jaar bij Vuurwerk Duitsland voor meer dan 3000 euro besteld. En ja, jullie beseffen wel, deze hele muur komt vol te staan. Dus daar is het echt op wachten. Over precies een week, jongens, hebben we het in huis. Maar dit hebben wij nu al staan. We hebben natuurlijk ook nog heel veel kat 1 staan en allemaal Thunderkings en losse shit. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind dat niet de moeite waard om dat allemaal uit te stallen hier zo. Ik ben eerder nu van de blokken die ik aan jullie wil laten zien, omdat dat gewoon kwaliteit vuurwerk is. Ja, en die Thunderkingetjes die kennen jullie al. Jullie geloven mij best dat ik er nog een stuk of 500 heb. Maar om dat nou allemaal hier te gaan uitstallen, daar heb ik niet zoveel zin in. We gaan nu even afsteken. Waarschijnlijk van deze dingetjes en misschien nog wat andere dingen. Dus dan kunnen jullie genieten van een paar stookshots. Enjoy. Dit is een heel oud brood uit 1995. En er staat op dat hij, even kijken wat staat erop, 153 decibel is. En ik moet je zeggen, vroeger zat alles in deze verpakking. Gewoon die rode pakjes. Krep. Zal ik even openmaken? Ja. Wel zonde eigenlijk, maar we doen het gewoon. Holy shit. Kijk, dit is echt dit is echt de oude shit. Van nostalgie. Zo kennen we ze. Dit is nostalgie. Kijk dit. Kijk, we gaan eerst even die oude doen. Dit zijn de nieuwe, gast. De nieuwe, ja. En dan die oude, 153 decibel. Overduidelijk. Dat is wel een verschil, man. Ja, man. Beter die oude, man. Zie je? Dit zijn allemaal de nieuwe. Maar die oude zijn wel leuker, man. Ik vind het ook. Het is ook wel weer nostalgisch een beetje. Voor de jeugd. Is uit. Ja, lijkt raar. Maar het is heel raar lont ook. Beetje donker. Ja, het smelt weg. Ja, zo was het vroeger inderdaad. Knalt goed, man. Ja. Voor Nederlandse begrippen dan, hè. Ja, ze zijn echt met de jaren gewoon zachter geworden. Dat is wel echt zonde. Zo, die gaan wel hard, man, voor hoortjes. Dat is wel lijf. Ja, dat was een paar jaar geleden dus. Dat is echt niet normaal, dat verschil. Het is wel echt een verschil. Ja, ze zijn een beetje scheller. Ja, ze knallen. Ze ploffen niet. Volgens mij zijn de rotjes van nu nog ineens 100 decibel, man. Denk ik. Voor de grap ook even een tunnekintje erbij. Ja, doe maar. Over de grond. Hij heeft geen voetje, hij is geen... Ja. Hele oude Thunderkings, jongens. Nee, dat niet. Dan moet je de binkies hebben. Ja, die binkies van een paar jaar geleden, gek. Van Marijn, dat zijn echt de oude. Hier zit dan weer een hele lange lont aan. Ik merk het aan de rotje, hè. Zo. Zo. Die ging wel hard, man. Die schoot ook naar ons toe. Even een heksenkring gemaakt, jongens, van alle oude rotjes. Hier liggen wat nieuwe, maar dit zijn die oude. Het zijn volgens mij 5 pakken of zo. Dus 50 rotjes. Dus gaan we even horen hoe deze klinkt. Een heksenkring hiervan. Oh. Juist! Gelijk troep hier, jongen. Dit was vroeger leuk, hè? Maar nu zeikt iedereen erom.
ik vind het mooi. We hebben nog een aantal pakjes na die heksenkring. Laten we die ook maar even stoken, man. Zonde om te laten leggen. Hier vallen ze wel weer mee, hè? Ja, maar dit is wel... Ja, maar dat open waren... ruimte. Is dat zo? Ja, meer platteland. Minder echo. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar voor mij heb ik gewoon een slecht pakje, man. Nitraat. Nitraat! Die plofte eerder soort van. Jongen, vroeger, hè, ik zweer het je, hadden we echt maar 2 broden van dit of zo, man. Was genoeg. Klopt. Als ik er nu over nadenk, joh, stook. Maar aan de andere kant, ja, in een uur. Als je een uur stookt, ben je maar 1 brood verder of zo, denk ik. Hè? Ja. Het zijn echt 200 van die broden. Hoeveel zit er één in zo'n pakje? 100, nee, 200. En in zo'n los pakje zitten er 10. Nog eentje. Zo. We hebben er nog een aantal, man. Nee, dat is begrepen dan.